weekend hield de Pro League Basketball in Oostende hun media day voor het seizoen 2017-2018. Ze kondigden bovendien een gloednieuw event aan. Voor het eerst zal een Belgische All-Star Game georganiseerd worden. Uitgelezen partner voor deze wedstrijd is het intussen zeer gerenommeerde Christmas Tournament dat van 27 tot 29 december plaatsvindt in Kortrijk. Eerste maal een All-Star Game in samenwerking met het Christmas Tournament. Van waar het idee? Het idee komt door het enthousiasme die we bij onszelf hebben gevonden wanneer we het Christmas toernooi bezocht hebben 2 jaar geleden. Dan zijn we er terug geweest vorig jaar. We hebben gezegd, kijk, er is zo'n uitstraling van dat toernooi. En het is zo inspirerend voor alles wat de jeugd is en basketbal in het algemeen. Dat als wij iets kunnen doen samen met de Pro Basketball League, dat het moment is. Wim van der Keren, jullie gaan een samenwerking aan met het Christmas Tournament. Wat is de bedoeling? De bedoeling is echt een win-win voor beide partijen. Mag ik ook zeggen dat het een uitstalraam is voor de jonge Belgische, de Belgische spelers in het algemeen? Absoluut. Zeker dit seizoen brengen we enkel homegrown players naar het All-Star Game. Wat dan weer natuurlijk een enorme stimulans moet zijn voor de jeugdspelers die uiteindelijk 3 dagen in Kortrijk vertoeven. Arrojeja. For the first All-Star game, the Christmas tournament together with the league is focusing on the home ground players. Good idea? I think yes, because first of all, we want to see what we have here in Belgium. Second, I think it's good because a lot of teams have some rookie guys, foreigners, and maybe they still have problem with adaptation. It will be good for them to spend 1 or 2 or 3 days home. De beste Belgische spelers, hoe worden die in de selectie opgenomen? We gaan eigenlijk op de mini-site en ook met een leuk op social, zoals in elk land eigenlijk gebeurt, naar het voorbeeld van de NBA, met een fanvoting werken. De fanvoting die zal de basis 5 bepalen, dus de starting 5 van beide teams. En dan zullen we aan de coaches uit de competitie vragen om de rest van de rosters in te vullen, de clubs ook bij te betrekken.